Weer is het zover. De Europese ministers van Financiën die vergaderen in Brussel over miljarden noodsteun aan Griekenland. Dus komt het ooit nog goed met de Grieken? Dat betekent wel dat we dus de IMF tegemoet moeten komen om die schuldproblemen te verminderen. Nou, hoe we dat precies gaan doen en wanneer dat dan allemaal van kracht wordt, zal vandaag worden besproken. Nou, we horen echt geruststellende woorden. Dat hoort Dijsselbloem ook te doen natuurlijk in zijn functie. Hoe vindt u dat hij het doet? Ja, dat moet hij natuurlijk doen als voorzitter. Ja. Dat doet hij denk ik ook heel bekwaam. Maar dit, Griekse drama, want dat is natuurlijk toch, dat was niet klaar vorig jaar. Dat hoopten allerlei mensen. Dit zal nog jaren duren. En dan hoop je op een redelijke uitkomst. En dat is nog niet helemaal zeker. Ja, want weet u nog, jaren geleden was het toch zo, werd achterloos gezegd, het is een vlekje dat we even wegwerken. Ja. Als Griekenland al zo'n drama is, zo'n probleem oplevert, wat verwachten we dan van dat hele Europese project? Oh nee, dat is een heel ander verhaal. Griekenland is natuurlijk maar een klein land. Ja. Maar dat was zodanig uit de hand gelopen, tientallen jaren. Dat hadden we nooit mogen toestaan. Maar goed, Nederland was ook tegen de Griekse toetreding. U vindt Griekenland de uitzondering in Europa? Ja, want je kunt, ja, Griekenland en een beetje Cyprus, goed, maar is nog kleiner. Je kunt niet zeggen dat de andere landen, dat die het zo verziekt hebben. Spanje had grote problemen, maar die hebben maatregelen genomen. Ierland en dus Griekenland, Italië? Vind ik wel. Die hebben geen steun gevraagd aan ons, nee, hè, de crediteurlanden. Nee, dat kan komen. En dan is het bal, want dat is natuurlijk een veel groter land. En Griekenland is een, hoewel klein, inderdaad relatief belangrijk, omdat het bedrag is erg groot voor een klein. Over Griekenland ging het natuurlijk wel met het IMF. U heeft er ook voor gewerkt. Het IMF wil de schuld kwijtschelden. Europa wil dat niet. Het verschil tussen Europa en IMF, is dat te overbruggen? Het kan wel, een compromis. Ik begrijp het standpunt van het IMF. Ik ben wel een beetje gefrustreerd als ex-IMF-man, lang geleden, dat het IMF zijn koers heeft veranderd. Eerst hadden ze helemaal de lijn van Europa, waren nog strenger dan Europese beleidseisen. En nu zitten ze wat aan de andere kant. Maar ook zij zijn heel kritisch op Griekenland. Men mag niet de indruk krijgen dat het IMF zegt, oh, in Griekenland is het allemaal prachtig, et cetera. Helemaal niet. Het is wel belangrijk dat wij, dat merken we nu, als we daar over Europa gaan praten ook, dat we enig vertrouwen hebben in het establishment, in de mensen die ons vertegenwoordigen. Een van uw opvolgers als minister van Financiën was uw partijgenote, Jan Kees de Jager. Ja. En die zei het volgende over de Griekse schulden. Kijk maar even. Over een periode van 3 jaar gaan we in patjes van 12 keer in zijn totaliteit 4,7 miljard euro lenen. Dat lenen we op de markt in tegen een rente van ongeveer 1,5%. En we lenen het uit tegen een kleine 5%. Dus ongeveer 3 keer de rente die we zelf betalen krijgen we terug van Griekenland. En doordat we het alleen maar in delen uitgeven als Griekenland voldoet aan alle voorwaarden, kunnen we op die manier borgen dat het ook terugkomt, omdat dan de terugbetaalcapaciteit van Griekenland is verzekerd. Ja, ik hoop dat u er thuis nog bent. Dit zei meneer De Jager nog voordat hij mediatraining had gehad. Een ingewikkelde som. Het komt erop neer. Het uitgeleende geld krijgen we terug met rente. Dat zegt hij. Dat is dan iemand die wij moeten vertrouwen. Vond u het verstandig dat hij dit zei? U kon hem wel vertrouwen. En ik had heel nauwe contacten met hem, politieke contacten, in de jaren dat hij minister was. Maar op dit punt heb ik toen al gezegd, nadat hij die uitspraak had gedaan, dat kun je hopen, maar dat kun je niet zeggen. Je kunt niet garanderen dat wij dat geld terugkrijgen. Heeft u dat ook tegen hemzelf? Ja, zeker. Wat zei hij toen? Ja, moet u hem vragen. U heeft met hem gesproken. Ik ben benieuwd wat daar gebeurd is. Want dat is dan een belangrijke tip. Die heeft hij dan terzijde geschoven? Of heeft hij niet gedaan? Ik denk dat hij daarna ook, dat weet ik wel zeker, zich voorzichtig heeft uitgelaten over dat standpunt. Toen hij heeft gehoord van mensen met meer ervaring dat je het niet zo gewoon moet zeggen. Ja. Maar u citeert nu terecht inderdaad wat hij toen heeft gezegd aan het begin. Maar zegt dat had te maken met zijn gebrek aan ervaring? Misschien. Hij heeft het heel goed gedaan, in het algemeen. Op dit punt was ik niet met hem eens. Dat kan gebeuren, zelfs binnen één partij. Nee, dat snap ik, maar toch, u begrijpt, laten we zeggen, de gemiddelde kiezer, de gemiddelde burger in een land, die ziet het en die denkt, dat zegt dan de minister. Dat klinkt heel geruststellend, maar er blijkt niets van waar. Nou ja, niets van waar. Dat is even het volgende onderwerp. Ik hoor ook bij de groep die zijn poot stijf wil houden, tegen de Grieken, dat we niet te gauw verdere concessies doen aan de Grieken, namelijk schuld, kwijtschelding. Want als je dat doet, dan is het geld weg natuurlijk. Ik hou liever de druk op de ketel. Want waar het mij om gaat met de Grieken is niet schelden over het verleden, want daar schiet je niks mee op, en verwijten. Maar dat je zegt, jullie Grieken in je eigen belang,
en trouwens ook in ons belang als, ja, als schuldeisers, crediteuren, jullie moeten dat hervormingsprogramma eerst goedkeuren. En dat gaat redelijk goed. Het verbaast mij eerlijk gezegd dat in dat, dat die regering die zwak staat in een parlement wat nogal chaotisch is daar, dat ze allerlei strenge maatregelen toch hebben kunnen laten goedkeuren. Maar in ieder geval niet kwijtschelden. Dat zou heel stom zijn, ook een verkeerde tactiek zijn, een verkeerde, ja, strategie zelfs. Ja, je moet eerst zorgen dat zij ook in hun eigen belang het hervormingsprogramma voortzetten. En maar dit gaat nog jaren duren, dit Griekse drama, zegt u. U bent geen voorspeller, maar het, ja, als u zegt jaren, dan bedoelt u eerder 10 jaar dan 2 jaar. Ja, als u die cijfers noemt, ja. Want we hebben eerst dat programma, dat moet nu geleidelijk worden ingevuld. Hè, de totaal 85 miljard euro, maximaal. Dat hebben we nog niet allemaal gegeven, hoor. Maar dat, dan hebben ze jaren om terug te betalen. Dat vind ik redelijk. Ja. Maar ik hoor bij de groep die zegt, je moet wel concessies doen. Geef ze een lage rente of laat ze een lage rente betalen. Nou, dat doen we al. En geef ze wat langere tijd, hè, om terug te betalen. Maar dat doen Brexit, we al. Brexit, daar wilt u niks van weten. U zegt, daar moeten we niet af hebben. Nee, je hebt twee moeilijke dingen nu bij Griekenland. De ene is eigenlijk voorbij. Dat was vorig jaar, wat men noemt die Grexit, dat ze zouden uittreden. Dat speelt nu niet. U vindt dat dat ook gewoon niet meer moet spelen, dat dat gewoon van de moet? Ja, ik kan wel een heleboel vinden, maar de kans... Nou ja, goed, u zit... Nee, maar de kans zit erin dat dat toch weer opkomt. Ik denk het niet, maar u vraagt het nou zo... Waarom? Dat dat terugkomt als de Grieken niet in staat zijn... of bereid zijn om die maatregel die ze op papier hebben goedgekeurd daar in het parlement, om die ook uit te voeren. En daar moeten wij druk op de ketel houden. En wat dat betreft zit ik wel op de Duits-Nederlandse lijn. Maar het IMF wil dat ook, hè, die hervormingen. Alleen die zeggen, je moet iets eerder bereid zijn goedgekeurd. Weet je waarom ze dat doen? De IMF krijgt enorme kritiek. Ja, niet van u en van mij, maar van die andere, zeker, landen in de rest van de wereld. Die zeggen, waarom zitten jullie zoveel aan een klein land in Europa? Ja, maar dat begrijp ik. Dat heeft natuurlijk het probleem voor het IMF. Laten we praten over de Britten, want over een maand gaan ze al stemmen of ze in de EU willen blijven. Kijk maar even mee. De Brexit-campagne wordt met de week feller. Vorige week vergeleek de voorman van de exit-campagne Boris Johnson voorstanders van de Europese Unie met Hitler en Napoleon. Eerder zei premier David Cameron al dat een Brexit voor oorlog zou kunnen gaan zorgen. En of dat het nog niet genoeg was, schreef de krant The Sun dat zelfs Queen Elizabeth een Brexit wil. De G7 waarschuwt ondertussen voor de gevolgen. Een Brexit gaat de wereldwijde economie hard raken. En de Britse overheid zei deze week een recessie te verwachten als het volk ervoor kiest uit de Europese Unie te stappen. Maakt het heel veel uit? Als je dit ziet, denk je wel of geen Brexit? Of denkt u nou, uiteindelijk, zelfs in geval van een Brexit, is er nog geen man overboord? Er is wel een man overboord. Ja, formeel is er een man overboord, want die Britten springen dan in de Noordzee. Zeker. Maar los daarvan, daar ben ik echt heel fel op. Het is een zeer ongewenste zaak, allereerst voor de Britten zelf. Dan kun je nog zeggen, dat zoeken zij maar uit. Maar het probleem is ook voor ons, dus de andere lidstaten van de EU, dus in Europa, maar vooral voor Nederland, omdat wij een hele open economie zijn en de handel met Engeland, Groot-Brittannië, is heel belangrijk voor ons. Belangrijker dan voor alle andere landen behalve Ierland. Wat gebeurt er met ons in geval van een Brexit? Nou, je krijgt een jarenlange onzekerheid. Zij moeten dan van buiten weer aan de deur gaan kloppen en een nieuwe onderhandelingen beginnen om een nieuwe handelsovereenkomst te krijgen. Dat duurt jarenlang, geeft grote onzekerheid voor exporteurs en importeurs. De Engelsen zullen ook heel veel buitenlandse investeringen missen. En de verhalen zoals meneer Johnson daar en die andere mensen... Dat lijkt op of leugenpraat of absolute stupiditeit. Nou, u bent het eens met de heer Obama, want die zei er het volgende over. The United Kingdom is at its best when it's helping to lead a strong Europe. I think it's fair to say that maybe some point down the line there might be a UK... U.S. trade agreement, but it's not going to happen anytime soon because our focus is in negotiating with a big bloc, the European Union, to get a trade agreement done. And UK is going to be in the back of the queue. Oei, 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 dacht ik toen ik dit zag, hè, een tijdje geleden. Want ja, dat gebeurt niet vaak, dat een Amerikaanse president zich hiermee gaat bemoeien. Dan is er wat aan de hand. Hij denkt misschien wel, ik kan de leiding niet overlaten aan het establishment in Europa. Want het lukt ze niet om bevolking koest te houden. Ja, dit is uitzonderlijk. Ja. En ik moet zeggen, ik vond dit een van de beste momenten in het presidentschap van president Obama. Zo zeg. Want hij heeft op buitenlands gebied natuurlijk een aantal
missers begaan. Maar op dit punt, van wat dan heet de Brexit, vond ik dat hij ongelooflijk helder en overtuigend de argumenten tegen dat uittreden van Engeland verwoord heeft. Daarnaast staat natuurlijk wel dat blijkbaar dit nodig is. Omdat het de anderen niet lukt om de bevolking die hier tegen is te overtuigen. Hoe komt dat, denkt u? Waarom denkt u dat zoveel mensen azen op een Brexit? Ik heb dat ook mezelf zitten afvragen. Ik heb twee verklaringen. Ten eerste, omdat er zoveel leugentaal en onjuistheden zijn beweerd. Maar voortdurend. Van beide kanten toch leugen? Nee, door die mensen die Brexit. Die anderen hebben feiten genoemd. En die Brexit-mensen alleen maar kreten zonder dat te bewijzen. Ik hoor de voorgangers, als ik even de reden mag vallen van de Brexit, die roepen dat ook. Kijk eens even, let op, het kan je wel 3000 pond per persoon gaan kosten. Dat zijn berekeningen die door economen betwijfeld worden. Maar ze worden wel gebracht alsof het feiten zijn. Ja, dat is niet helemaal waar wat u zegt. Nee, nou die bewering heb ik nou juist niet aangetroffen. Maar de beweringen van het IMF, waar we het net over hadden, en van andere instellingen, ook buiten Engeland, hè, dat is zo interessant, die allemaal zeiden dat is een groot nadeel voor Engeland, ook wat betreft de werkloosheid en de koopkracht. Maar het tweede is, en dat vond ik heel interessant, bij de peilingen in Engeland blijkt dat ouderen, althans mensen boven de 45, duidelijk voor uittreden zijn, de Brexit, en de jongeren, dus zeg maar tot 45 dan, voor blijven. En dat vond ik hoopgevend van die jongeren, of half jongeren dan. Maar die ouderen hebben nog iets meegekregen van hun grootouders, van onze Commonwealth, onze gemene best, et cetera. En dat is helemaal voorbij. Ja, maar wacht illusies. Even, de echt ouderen, de 65-plus, die zijn ook voor een heel groot deel juist wel weer voor zo'n Brexit. En we zien het niet in Groot-Brittannië, we zien het natuurlijk in heel Europa. We zagen het in Oostenrijk, we zien de AFP in Duitsland, we zien verkiezingen in Frankrijk. Veel mensen houden hun hart vast ook. Wie gaat daar winnen? De as Duitsland-Frankrijk kan uit elkaar vallen. Vindt u dat te gevaarlijke verhaal of niet? De Financial Times waarschuwde daar een half jaar geleden over. En dan werd meteen ook een beetje lachwekkend weggeschoven. Maar is het serieus of niet? Oh, het is absoluut serieus. Nee, dat ben ik helemaal met u eens dat het serieus is. Kijk ook maar naar Oostenrijk. Maar het Engelse geval heeft toch een iets andere discussie of het karakter dat ze nostalgisch naar hun grootste verleden terugkijken. Maar dat geldt dan toch minder misschien voor sommige andere landen. En het is een ruimer probleem. Als u dat bedoelt, hebt u zeker gelijk. Een ruimer probleem dan alleen Engeland of Groot-Brittannië. Het meest merkwaardige van de zaak is, het kan best zijn dat ze uiteindelijk nog gered worden. Naar mijn visie, dat er dus net voldoende mensen zijn om voor het blijven, dankzij de stem van de Schotten. Nou, we liggen nu heel dicht bij elkaar, daar heeft u gelijk. En dat kan allemaal. We zagen in Oostenrijk ook, het was echt kantje boord. Dat gaat misschien in Frankrijk ook die kant op. Door in ieder geval hele spannende tijden. Ik dank u, meneer Ruding, voor dit gesprek. Hartelijk dank. En straks.